Het is alweer de 7e keer dat we in Dokkum zijn, dus het wordt langzaam maar zeker de hoofdstad van Joris Kersboom. Omdat de sfeer hier zo prachtig is en de verhalen, echt, mensen komen allemaal naar die boom toe, spontaan, en die vertellen mij de meest ontroerende verhalen. Ik had net een meisje van 25, geadopteerd, oorspronkelijk uit Brazilië. En die kwam hier even haar moeder, haar Nederlandse adoptiemoeder, in het licht zetten. En die twee die smolten helemaal samen. Het is zo mooi om te zien. Het is echt, Dokkum is gewoon de kerststad van Nederland. Ja, ik neem aan dat het niet alleen mensen uit Dokkum zijn, maar uit de hele regio. Ja, er komen mensen uit de hele regio. Ik moet af en toe wel even een beetje mijn Fries updaten. Want dan is het Paken en Beppen en dat soort dingen. Dan denk ik, oh ja, hoe zal het ook weer precies? Maar het is hartverwarmend. Ik wens jullie allemaal een hele fijne kerst en een heel warm en licht 2024. Ciao.